Yes, 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 yes. Live sessie nummer 3. We gaan even terug naar de nostalgie. Ik breng de nostalgie, het eerste deel in een triologie. Triologie zonder deel 2 en geen 3, want het eerste deel, dat zegt al genoeg. Om mijn 22e jaar heb ik nog veel voor de boeg. Koester de herinneringen van mijn jonge leven. Groep 4 en 5 met Jason in de klas, wist gewoon vegen. Ja, ik ben integer en ik zeg wat ik wil. Dat heb ik geleerd in mijn jeugd, dus ik hou me niet stil. Want dat is het verschil tussen mij en een kill die bullshit rapt en niet met zijn woorden speelt. Geen metaforen, verloren oren, geen furoren. Ben als een speler op het veld, maar ik hoef niet te scoren, want ik doe het voor het spel en niet voor het geld en voor de naam en de faam. Dus nee, ik ben geen held, niet de held van Utrecht. Geen figuur dat u zegt, gewoon een snotneus die op het uur u rept, dat stond de straal. Beklom ik al de piramides, geïnspireerd door Amon Ra en de godin Isis. Maar creativiteit, ja, die groeide met de dag. Ook de agressiviteit, maar die nam weer af. Nee, ik ben niet laf, ik hou het liever rustig. Ik spit met mijn maten en de beats die blijven kusten. Met begin van de beats waren klappende kicks, snappende tonen, smash zonder spits. Maar ik was ontwakend, het is begonnen te kraken. Begon te schrijven om mijn tracks nu eindelijk af te maken. Ik wil mijn stempel drukken, niet naar een tempel uitdrukken. Ik wil een J-fix en een blazer als hij op is uitdrukken. Ik wil mezelf uitdrukken door met geluiden te fucken. Je stuit op de stukken die ik gebruik, het gaat lukken. De puzzelstukken vallen in één insane. Hoeveel game die heeft, je been begeeft het beest. Ik leef in een dimensie door op hogere frequentie te vibreren. De mens ziet het perspectief van echt niet. Denk niet te technisch, de hectiek bederft die perceptie. Waar je net vliest, hey, dus zeg iets wat het toe doet. Open the window of opportunity met de koevoet. Worden bespeeld als poppen en ik word gebruikt voor voodoo. Terwijl de kinderen steeds meer de richting op gaan van honey boo boo. Wat mij goed doet is het simpele feit dat ik nu voel hoe iedereen op de wereld steeds meer met zijn gevoel doet. En steeds minder mensen beweren in bezit te zijn van cool bloed. Dat u van de ware te zien geeft dan als een koekoek. Yes, het was een korte, maar het zit er alweer op. Ik hoop jullie snel weer te zien. Meer shit gaat volgen. Hou het in de gaten. Follow op Twitter. Abonneer die shit. I don't give a fuck. Doe je ding. Tjallas.